Welkom op de B2B dagen in Ahoy Rotterdam. Laten we vandaag kijken wie hier allemaal zijn. Kom. Mijn naam is Aziz El Kadouri. Ik ben de eigenaar van het Opiniehuis. En ik doe onderzoek voor de overheid. Ja, opiniepeilingen, leefbaarheidsonderzoeken, parkeeronderzoeken. Ik heb me gespecialiseerd in 5 sectoren. En dat is wonen, zorg, overheid, verkeer en vervoer en diversiteit. En dat zijn mijn pijlers waar ik onderzoek in doe. Okay. Waarom doe je dat? Wat vind je er zo leuk aan? Nou, omdat ik heel graag mensen wil helpen. En ik doe het om de overheid en de beleidsmakers te helpen bij het nemen van goede beslissingen. Onderzoek is meestal een instrument om het beleid uit te stippelen. En het opiniehuis helpt daarbij om de mening van de burger inzichtelijk te maken voor de overheid. Ja, dat is eigenlijk mijn pijler. En het opiniehuis, ja, het idee daarachter is om de moeilijk bereikbare groepen, dat kunnen allochtonen zijn, bewoners van achterstandswijken, huisvrouwen, ouderen, jongeren, alle moeilijk bereikbare groepen proberen wij op een inzichtelijke manier te bereiken en daar onderzoek onder te doen en die resultaten te presenteren aan de overheid en aan de onderzoekers, beleidsmakers, etc. Ja, ik vind het een hele interessante beurs. Je hebt verschillende bedrijven bij elkaar. Bedrijven waar ik normaal gesproken nooit mee in contact was gekomen. En bijvoorbeeld deze stand, nou, deze mensen. Ik wist niet het bestaan of van dit product. Ik heb ook heel veel te maken met bijvoorbeeld met het drukken van enquêtes, drukwerk en dat soort dingen. Nou, het is interessant om te kijken van hoe dat in zijn werk gaat en hoe zij dat doen op hun eigen manier. En zo heb je nog heel veel kleine ondernemers die een heel mooi product hebben, maar waar je normaal gesproken geen tijd voor hebt om daar de tijd voor te nemen om een afspraak te maken, et cetera. En dat kan hier binnen zo'n kleine setting. Ja.